Yo, mensen, kijkers, kinderen, welkom terug bij een nieuwe episode van Let's Play Assassin's Creed 2. Ik ben de Game Tomato en dat is Desmond. Let's go! Wat is onze missie? Het lijkt me daar. Oh god, patsies! What the fuck is met mijn frames? Ja, ja, ga lekker op de grond rollen, Ezio, dat gaat helpen. Dus jongens, welkom terug bij een nieuwe episode. Kut. En het is een politieachtervolging. Geweldig. Of een patsieachtervolging. Ha. Wat ben ik toch een grappenmaker. In plaats van een politieachtervolging zegt die jongen een patsieachtervolging. En trouwens, mijn microfoon zit niet goed. Zo, nu zit hij wel goed. Kijk eens. That's how easy life can be. Nou, even een sprongetje wagen. Laat ik dat eens doen. Waar moet ik heen? Ik moet naar dat gele kruisje of dingetje heen. Dat vizier. Wat ik ondertussen wil zeggen is over vandaag de dag. Niet het programma vandaag de dag, maar gewoon vandaag. Vandaag is het dinsdag. Ja, dinsdag 25. Als ik het goed heb, 25 februari. En dat betekent dus dat vandaag de game Thief is uitgekomen. Ik baal er heel erg van dat ik hem niet heb, want ik wou hem sowieso later nog eens een keer gaan let's playen. Als je niet weet wat Thief inhoudt. Thief is zeg maar ongeveer zo'n beetje, als je het even samenvat, een soort Dishonored, maar dan waarschijnlijk beter. Ik heb er nog geen gameplay van gezien. Hij is al een tijdje uit voor Xbox volgens mij, maar ik kan ook helemaal verkeerd zeggen. Of hij is vandaag voor Xbox. Nou ja, ik weet het allemaal niet, jongens. Ik weet het allemaal niet meer. In ieder geval gaan wij naar Lorenzo di Medici om een brief te bezorgen. Dit is zo fucking Ezio, doe normaal. Ik wil serieus ook nog eens een keer naar Italië gaan trouwens. Dat lijkt me echt heel vet. Gewoon naar Venetië of zo. Fucking geweldig. Dit is Florence, oftewel in het Italiaans, Firenze. Ik vind dan toch die Italiaanse naam zo fucking veel mooier. Nee! Neem een medicijn of ga naar een arts. Oh, het regent. Godzijdank, het regent. Laten we nog eventjes checken hier zo of wij op een of andere magische wijze alle knopjes die je kan in gaan drukken. Hoe maak je een medicijn? 12 seconds later. Oh, kijk eens. Ik heb geen medicijn. Duidelijk. Oké, ik heb helemaal niks nog. Want natuurlijk zitten wij een soort van in de tutorial. Misschien is het niet verstandig om op hoge plekken te klimmen met weinig health. Dit is wel goed. Ah! Oh, godzijdank. Ik schrok me de pleuris. Nou, meneer de Medici. Lorenzo, Mattie van me. Hey, kom eens eventjes hier, homie bro. Homie bro, brownie ho. Een brony. Wij zijn allemaal bronies hier. En ben jij Lorenzo di Medici? Je lijkt er niet op. Nou, laten we eens gaan praten, jongen. Ah, Ezio. Ben trovato. How are you? Come sempre. I have a letter for Messer Lorenzo. I'll see that he receives it when he returns. Returns? Returns? Ik wist het. They've gone to Villa Careggi, I'm afraid. And not expected back for at least another day. I'll let my father know. Grazie. Keer terug naar Giovanni. Oké, maar eerst gaan we deze uitkijkpunt halen. Wil je ook een pizza kopen? Mijn naam is Ezio, ik ben een goede pizzabakker. Mijn oom is Mario. Volgens mij heet zijn oom echt Mario. Als ik eventjes nadenk. Ja, Mario Auditore, dat is serieus zijn oom. Oh, geweldig dit. Ik zei het eerst gewoon van, hey, voor de grap van Mario, van de Mario van Italië, de Donkey Kong Mario van Nintendo. Jullie weten wel wie ik bedoel. En dat is natuurlijk de oom van Ezio. Weer een leuk uitkijkpunt. Ik wou ze eerst niet doen in de video's, maar nu doe ik het toch. Dan heb ik nog een heel leuk verhaal aan jullie te vertellen, waar ik me heel erg enthousiast over ben. Oh nee! Kijk eens uit, jongen. Kijk uit. Yeah. God, hoe doe je dit? Hoe doe je dit? En jump! Yeah! Ouch, dat zou pijn moeten doen, het echt. Maar het leuke nieuws is, ik heb vandaag mijn invite gekregen voor de Elder Scrolls Online beta. Als je denkt, maar de beta is toch al lang gestopt en het is al uit en bla 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 bla. Nou, dat klopt allemaal, maar ik heb toch een beta invite. En dat is fucking episch. Ik mag ook een vriend uitnodigen, dus dat ga ik zeker doen. Ik zou ook kunnen zeggen, hey, een van de kijkers kan de beta invite winnen. Weet je wat, fuck it, dat doe ik. En dan kan, als die kijker gewoon een YouTube channel heeft of niet, die kan gewoon een soort extra beta invite winnen. Ga ik ook zeker nog een video samen met jou opnemen.
van Elder Scrolls Online Beta. Oh, dit is zo'n vet idee wat ik opeens krijg. Ja. Ik had eerst bedacht gewoon, nee, ik ga gewoon naar een vriend toe en ik zeg, hey, wil jij Elder Scrolls Online Beta samen met mij gaan spelen? Of zelf gewoon een beta key. Maar ik heb dus nu een beta key gekregen voor een mattie. Of een kijkertje. Maar mijn kijkers zijn natuurlijk ook mijn gekke matties, hè. Mijn bronies. Wij zijn allemaal bronies met elkaar. Zo. Alsjeblieft, ga niet dood, Ezio. Alsjeblieft, ga niet dood. Hoe klim ik hier? Zo, en dan laat vallen. Ja. Papa, waar bent u? Dat is niet papa, dat is mijn broeder. Bischero. Ga ze door, idioot. Bischero. Too much, Giovanni. Francesco Di Pazzi is in prison. The threat is ended. Hallo, meneer. Hoe kom ik binnen? En waar moet ik naar binnen? Ah, kijk eens aan. Ik moet hier naar binnen. Druk op. Shift voor interactie. Nou, klop, klop, klop. Eerst kloppen dat de deur open meteen, hè? Niet van... You remember my friend Bert. Good morning, Gonfaloniere Alberti. To you as well, young man. I trust you delivered the message. Si, padre. But it seems Lorenzo is out of town. I did not anticipate this. What does it matter? So you wait another day or two. Listen, your mother and sister have been looking for you. I'll need you again in a little while. But for now, see if you can't help them. Are you sure? Yes, now if you'll excuse us. Good to see you, Ezio. Oké, jongens. Er komt ook nog een apart video, heb ik nu zo meteen bedacht in één keer. Van een giveaway video-achtig iets. Want ik ga een beta key voor de Elder Scrolls Online weggeven. En dan mag je ook nog eens samen met mij gaan opnemen. Dus dat is geweldig. Maar moet je wel... Nou, ik leg nog uit hoe dat allemaal gaat werken. Oh, wat een fantastisch idee dit. It's Duccio. What of him? I think he's been unfaithful. Who told you this? The other girls. I thought they were my friends. Harpies. You're better off without them. I loved him. No, Claudia. You only thought you did. He should suffer for what he's done. Wait here. Oh, Jezus, kijk die evil gezicht ook, hè. Zo kwaad. He should suffer. Accepteren natuurlijk. Kom op, wie wil nou niet Duccio in zijn douchebag van een Duccio? Hij is een douche, daarom heet hij Duccio. Daar zijn dus de douchebags naar vernoemd. Als je nu weet wat een douchebag is, dat weet ik eigenlijk zelf ook niet. Ik ken alleen het woord. Ik weet niet alles, kijker. Ik ben gewoon heel erg slim, maar ik weet niet alles. Ik ben wel hoogbegaafd met een IQ van 248, maar ja, daarom maak ik YouTube-video's met slecht commentaar en maak ik altijd domme opmerkingen. Nee. No. Oh, grazie. God. Ik heb nog niet zoveel gescholden volgens mij deze video. Daar ben ik wel trots op. Maar er komt dus een Elder Scrolls Online beta key gratis giveaway ding shit. En dan mag je met mijn video gaan opnemen. Dus dat wordt geweldig. Want volgens mij mag je 15 minuten lang video showen. Dus dat wordt geweldig. Dat wordt echt helemaal geweldig. Daarnaast. Ja. Wat gaan we daarnaast vertellen? Ik weet het eventjes niet meer. One eternity later. En ik moet eruit. Ik moet... Duccio. It's a ook zo'n dik wijf, hè? Ik snap niet... But the best for you, amore mio. But what of Claudia? I thought you'd been promised to her. My father said I could do much better than an auditore. Oké. Die krijgt een vuist in zijn anus. Wat? Nee, grapje jongens. We zijn niet zo daarin. Maar ik snap niet dat hij zo'n dik wijf kiest boven dat zusje van Ezio. Dat snap ik niet. Hey, Jan. Lurido porco. Ezio, my friend. Ma che ti piglia? You insult my sister. Parading around with his puttana. What are you talking about? I saw the gift you gave her. Or the things you said. Maybe your sister shouldn't be so stingy with her virtù. Broke her heart. Oh, weet je zeker, Duccio, smeerlap. Maak je hem kapot. Knietje nog eventjes.
Nou, helemaal dood. Helemaal dood, die dude show. Ik doe echt gewoon een kaart. Ik heb hem gewoon eventjes. Zo. En we hebben ook gelijk gewoon Florene. Van de Ducaten. Maar volgens mij stond er in de Nederlandse vertaling. Ze zou wat minder preuts moeten zijn. Maar in het Italiaans zei hij iets over een. Vertue. Dat kan twee dingen betekenen. Dat kan of betekenen dat ze gewoon een preutse maagdelijkheid is of zoiets. Of vertue kan ook betekenen vagina. Maar dat weet ik dus niet. Ik denk als ik zo over nadenk, weet ik mijn god niet. Nee. Niet vallen, Ezio. Niet vallen. Alsjeblieft niet, Ezio. Niet doen. Niet doen. Ga gewoon over de balk heen doppen. En dan pak je wel uit de kist. Nee! Ga. Zo. Godsamme. Deze video wordt nu een beetje saai. Want ik heb eventjes geen leuke dingen verteld. 3 weeks later. Nou, laten we eens hier naartoe gaan. Ik zie hier een quest hoor. Och, dat arme Jochus, volgens mij heeft hij down. Dat is mijn broertje, ik ben zo aardig voor mijn broertje. Zo. Oh, hey! Smeerlap! What are you doing out here, Petruccio? You should be in bed. I want those feathers. Kijk, ik snap het niet. It's a secret. If I get them for you, will you go back inside? Yes, I promise. Ja, als je naar zijn hoofd kijkt, zijn pret gezicht, dan lijkt het alsof hij een geestelijk gehandicapt is, ja? Maar, you should be in bed. Dat is of van, nou, je bent geestelijk gehandicapt, je mag je hok niet uit, ja? Oh, sorry meneer de monnik. Nee, ik meen het, dat was geen verongeluk. Oepsie. Ik heb je veer, jongen. Oh, wacht, ik moet er meer gaan halen, hè? Kut, ik heb maar 2 minuten, dat lukt mij nooit. Ik denk niet echt dat het een uitdaging gaat worden. Om in 2 minuten die veertjes voor elkaar te krijgen. Wacht, misschien toch wel. Wat? Da fuuk. Ja! Altijd weer, hè. Altijd weer die jongen van de Game Tomato. Altijd moet hij weer falen. Als ik in het echt naar parcours zou doen, dan kwam er nooit meer een video van mij online. Dan was ik morgen dood, ja. Het is jammer, maar het waar. Raar maar waar. Oh, wat ben ik toch weer een malle jongen, hè. Zo. Moet ik dan ook weer binnen die 2 minuten terug zijn bij Petrucia? Petrucia. Patricia. Petruccio. Ja. Oh, wacht. Tijdslimiet is al. Wauw. Ik vraag me 1 ding af. Zijn er mensen die dit tijdslimiet niet hebben gehaald? Want dat is dan toch wel een klein beetje zielig. Als je dat tijdslimiet niet hebt gehaald. Het waren 2 minuten voor 3 veertjes ophalen. Dat kan iedereen, motherfuckers. Iedereen kan dat. Ik ben een macho Italiaan. Wahaha. Ik ben ook geen assassin. Ik ben gewoon een jongen met een grote bek. En het verhaal van Ezio is op zich best wel triest. Als je even wat later nadenkt. En ook gewoon naar het einde. Het is een heel zielig verhaal. Ik bedoel, ik ken namelijk toch wel van bijvoorbeeld Revelations of Brotherhood. Ken ik het verhaal. Van Assassin's Creed 2 ken ik een van de belangrijke gebeurtenissen. Die in het begin gebeuren. Zeg maar de reden waarom Ezio assassin wordt. Die weet ik al. Dus ja, ik zou het toch maar niet spoilen. Er zijn altijd kijkers die het nog niet weten. Van die kijkbuiskindertjes die hun Assassin's Creed maagdelijkheid nog hebben. En ik wil het niet voor hun verpesten tot het moment waarop ze het zien. Maar ik denk niet dat dit een vrolijk kinderverhaaltje is. Laat ik het zo vast zeggen. Want er gaat nog wat heel ergs gebeuren. Ook met die kleine lieve Petruccio. Petruccio, waar zit je dan? Ik moet naar huis toe gaan. Petruccio, waar ben je? Maar bellen. Kom op, doe die deur open. Zeg maar, wat het is als ik... Hoe doe je dit? Ah, kloppen. Natuurlijk, met shift. Maar wat het is als... Oh, sorry. Ik zeg wel niks meer. Cutscene. You still haven't told me why you want these. I will. In time. Ik vind hem echt schattig. Ik vind hem echt schattig, maar helaas zullen we... Nee, laat maar. Ik zeg niks. Nou, en dan gaan we nu met mama praten. Mama, hoe gaat het met jou? Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi madre. Come state? Sto bene. Slijmbal. And you? Still recovering from last night? I have no idea what you're talking about. Of course not. Anyway, I have an errand to run. I'd like you to join me. Con piacere. Come. It's not far from hij is nog lief tegen zijn moeder. Ik ben nooit lief tegen mijn moeder. Nee, grap. Mijn moeder is wel hartstikke lief. Ik heb een hele lieve moeder hoor, jongens. Zo.
Nou, laten we gaan. Dit was echt in de tijden dat alles nog beter was. Dat mannen nog lang haar hadden in hun staartjes. Of staartjes in hun lange haar. Sorry, laat maar. En Italiaans praten en mooie kleren hadden. Wacht. Could not allow him to continue. I'm sure he's having a hard time dealing with the accusations against his father. Francesco di Pazzi is many things, and none of them good. But even I never suspected he'd be capable of murder. Oh. What happened to him? Ja, sorry, ik moet even luisteren, want ik wil het best wel weten. Will father speak at it? He'll have to. He's the one with the evidence. Still, I wish there was another way. Okay. You have nothing to fear. Everyone wants justice done. It is an unfortunate state of affairs, but it will pass. Jongens, ik denk dat ik weet waarom. Ik heb nu volgens mij echt de grootste reden. Onthoud dit wat ze zegt. De vader van Ezio is de enige manier waarop Francesco di Pazzi, dus de vader van het jochie die we in de tweede episode in elkaar hebben geslagen, die vader die wordt verdacht van moord, ja? En alleen als de vader van Ezio daarbij aanwezig is, kan hij veroordeeld worden. Anders niks. Oh, we zijn er. Oh. Leonardo da Vinci. Oh, dit is een heel mooi moment, jongens. Dit vind ik, ik heb weer een gespreksonderwerp ook gelijk. Dit is mooi. Nou. Hello, Leonardo. Madonna Maria. This is my son, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Let me go and fetch the paintings. I'll be right back. He's very talented. Imagino. Self-expression is vital to understanding and enjoying life. Oh, nu komt er een hele leuke zin. You should find an outlet. Geweldig. I have plenty of outlets. I meant besides vagina. Mother. See, see. Oh, ik vind het zo geweldig. Als ik ooit een kanaaltrailer ga maken, komt dit stukje erin, jongens. Oh, wacht, ik moet de doos nog oppakken ook. Gewoon. Oh, daarom wil mama mij mee hebben. What do you do? He's been working for his father. Ah, you're to be a banker. For now. And you? Oh, ik moet voorop lopen. Ja, duidelijk. Ik dacht, ik wacht tot zij gaan lopen. Ik ben echt een gentleman. Maar nee hoor, ik moet weer de weg gaan leiden. But I often feel like my work lacks, I don't know, a purpose. Does that make sense? I'd rather contribute more practically, more directly. Architecture, perhaps, or anatomy. I'm not content merely to capture the world. I want to change it. Hij heeft een heel mooi levensdoel. I have no doubt you'll go on to do great things. Ja, inderdaad. Leonardo da Vinci. Kom op, jongens. That's kind of you. Ik vind het wel heel awesome dat ze, Leonardo da Vinci in dit spel hebben gestopt. Ik bedoel, iedereen van jullie kent Leonardo da Vinci. Ik ben door Assassin's Creed echt gewoon Leonardo da Vinci gaan bewonderen. Ik ben zijn werk gaan bekijken en dat soort shit. Ik vind het echt nu gewoon fucking awesome. Als je ook gewoon kijkt naar al die schetsen en shit. Hij was echt een geweldig, geniale gozer. En dat vind ik best wel awesome. Dat ik dat door Assassin's Creed gewoon door een game heb geleerd. Ik bedoel, Assassin's Creed is fucking leerzaam, jongens. Echt heel veel historische gebeurtenissen. Ik kan mezelf nu gewoon echt een expert op het gebied van een Italiaanse renaissance. Nou oké, dat net niet, maar don't let me keep you. Ik weet er wel wat vanaf. It was nice to meet you, Ezio. I hope our paths cross again. Anch'io. Hij zei het zo vol enthousiasme, jongens. Maar ik heb zo'n idee dat we hierbij onze video best wel mogen afsluiten. Denk ik hoor. Ik denk dat dit een mooi punt is om de video af te sluiten. Dus, vond jij deze video leuk? Doe dan een blauw duimpje, abonneer op mijn kanaal en plaats een reactie. Daarnaast komt er binnenkort dus de giveaway video. Die komt dan waarschijnlijk gisteren online. En dan denk je, wat komt die gisteren online? Ja, die komt dus woensdag, want het is vandaag dinsdag. Dus die zet ik dan op woensdag. En dan is het vandaag donderdag. Terwijl ik neem het op dinsdag en het wordt uitgezonden donderdag. Komt, het is niet zo moeilijk. Dus de video komt gisteren online. Vond je deze video leuk? Doe dan een blauw duimpje. Oh wacht, kut. Ik zeg nu, gisteren komt de giveaway video online. Iedereen van jullie heeft hem al gezien. Oh wat leuk. Oh god, wat slim. Maar goed. Elskos Beta online. Ik ga het allemaal uitleggen. En doei!